En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor vandaag 1 juli. Gedurende de middag en avond kunnen lokaal enkele lichte tot matige buien, soms met onweer, verwacht worden. Er is in de middag een kleine kans op een zware bui. In de avond en nacht kan er af en toe een lichte bui verwacht worden, maar het kan ook lange tijd droog zijn in alle districten behalve Para, waar het tijdelijk bewolkt wordt met buien. In Brokopondo en Sipaliwini kunnen er perioden zijn met onweersbuien die soms gepaard gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 2 juli in de middag op enkele plaatsen er zware onweersbuien en eventueel gepaard gaan met windstoten kunnen voorkomen.